Yo, we zijn Kei Denske en welkom bij episode 68 van GTA 5 Funny Jobs. En misschien kun je het al horen, ik krijg een beetje last van mijn keel, dus misschien klink ik nou een beetje anders. Maar dan weet je in ieder geval wat er ligt. Dit is episode 68 van GTA 5 Funny Jobs. En ik heb er zin in. Ik heb al een hele tijd weer geen races gedaan. En ik heb gewoon echt zin om er eventjes wat races te winnen, hè? Ik heb er vertrouwen in ook. Ik sta nou al eerst. Goed begin. Die auto achter mij is trouwens fucking vet, die kleur. Moet je kijken. Holy shit. Nou, oké. In ieder geval, het is weer even geleden dat ik Funny Jobs heb opgenomen. Ik heb het, even kijken, een paar dagen geleden geprobeerd, maar toen was het echt een bende. Ik speelde super slecht, maar iedereen was toen zo slecht. Dat was echt niet om aan te zien. Dus ik denk, toen heb ik die challenge opgenomen. Dat hebben jullie misschien wel gezien. Die was op zich echt heel erg leuk. Want de challenge was toen dat ik dat ik uit een helikopter of uit een boot... Of boot? Uit een helikopter of uit een vliegtuig moest springen. En dan in een zwembad moest landen. En als dat niet lukte, moest ik een boot kopen. En het was serieus leuk. Ik ga niet zeggen wat er was gebeurd. Maar ik zal hem link in de beschrijving. Dan kunnen jullie dus checken. En ik rij weer vrij ver vooruit. Checkpoint. Yes! Dit is zo lelijk als je hierin landt. Dan kun je gewoon geen kant op. Kijk eens. Moet je kijken. Waar zijn de mensen? Daar rijdt iemand, ik sta hier. Ik weet niet wat dat is de laatste tijd, maar echt. Niemand die komt ook maar in de buurt. Prachtige wallride. En. Ik denk, ik zal weer precies tussen die dingen landen. Prachtig. Sowieso blijven de mensen dadelijk op die wallride hangen. En dan kan ik weer meer voorsprong opbouwen. En. Jump! Deze vind ik op zich ook best vet. Yo! No! En ik spring dadelijk op die bovenste verdieping. Dat zou echt epic zijn. En... Oh, dit is twee laps natuurlijk. Dit is een lap race. En deze lap race die heet Tour de Loops. En er zijn niet zo heel veel loopings. Dus op zich vind ik die naam niet heel erg toepasselijk. Maar waar doe je dit tegen? Dus Tour de Loops. En twee laps. We doen in totaal dus drie races in elke episode van Funny Jobs. En ik krijg nog steeds heel vaak vragen, waarom doe je geen 5 races of weet ik veel, 7, dat hoor ik soms ook wel. En dat komt omdat 3 races is naar mijn mening een beetje een mooie lengte, zeg maar, voor een video. Dus de video's zijn meestal een kwartier tot 20 minuten lang. En als je meer gaat doen, dan, dan zijn de video's gewoon te lang. En van tevoren weet ik ook nooit hoe lang de races zijn. Dus soms is een video dus wat korter. Nee. Ik maakte net ook al dezelfde fout. Ik kan die looping gewoon niet nemen. Ik kwam er van straks ook achter dat allemaal controls van GTA weer gereset waren. Dus ik denk dat dat ook wel een beetje een reden was waarom het laatste slecht ging. Yo, Damien. Hey, maar allemaal controls stonden anders en ik vond het wel rek, want ik zat net in de free room. En daar kwam iemand naar mij toe met een bounty. En ik dacht, ja, weet je, ik schiet hem even af. Want hij stond allemaal op mij te schieten, want ik zat in een winkeltje. Dus ik kon mijn wapen pakken, dat lukt niet. Nou bleek dat mijn controls allemaal anders stonden. Dus ik heb zeg maar omgewisseld dat L1 en R1 is bij mij schieten. En standaard is de L2 en R2. En ik vind dat gewoon niet fijn. Dus ik had dat omgewisseld. Maar mijn controls heb je dus ook met racen. Nee! Oh my god! Oh, yo! En ik haal het nog. Ik heb nog een sneller nodig voor de stunt. Maar bij races had ik dus ook weer dat mijn handrem weer weg was. Want ik heb zeg maar alternative handrem, dat is een kruisje. En dat was ook weer weg. En ja, dat is een rare race. Je merkt het in eerste instantie niet dat het weg is. Alleen pas als je echt gaat kijken van, hey, iets klopt er niet. Maar wat klopt er niet? Dan kom je erachter dat allemaal dingen omgewisseld zijn. En dat is niet fijn. Zeg nou, yo, nou had ik het wel. Oh, dat wou ik gewoon een keertje doen, eindelijk. Objective complete. Moet eigenlijk... Godverdomme. We moeten eigenlijk een soort van extra challenges doen tijdens die races. Nou ja, eigenlijk doen we dat al, hè. Met gewoon GTA 5 challenges. Maar, dan nog. Het zou wel leuk zijn dat je bijvoorbeeld... Oh, had ik dat? Ja! Wauw, dat ging per ongeluk, maar kijk. Ik weet niet of jullie... welke game was het ook weer? Drive Club volgens mij. Daarbij had je ook allemaal soort van challenges. Dat je bijvoorbeeld de beste bochten moest nemen en zo. Op zich zou dat best wel grappig zijn als daarin... In een game als GTA zouden we stoppen. Waardoor je dus meer hebt dan alleen het winnen. Maar ook kon proberen al die kleine challenges in die races te halen. In ieder geval, de eerste race zit erop. Easy win. Ik heb de mensen niet eens gezien. Ik weet niet eens hoe ver
nummer 2 achter reed. Dus Laura, waar rij jij eigenlijk, Laura? Rij jij ver achter of nee? Waarschijnlijk... Ja, dat is redelijk ver achter. En dan moet je nog naar rechts. Dan moet je via die wall naar beneden. Dan moet je weer via die, die ramp weer het gebouw op. Nailed it! Zo moet je het niet doen. Nee, maar ik zie jullie bij de volgende race. Tot zo meteen. We zijn weer een kwartier verder en we zijn aangekomen bij de tweede race. En ik rijd nou met de T20. Er stond bij dat de T20 of de Zentorno de beste auto's waren voor deze race. Dus dan nemen wij toch de T20. En deze race heb ik nog niet eerder gedaan. Die race die we hiervoor hebben gedaan, die heb ik dus al eerder ooit gespeeld. Maar deze niet. Yo, yo, yo. Ah! Yo! Yo! What? Holy fuck. Dat was sick. Oh, dat was echt awesome. Oh, mensen. Die mensen duwden mij gewoon zo ver weg dat ik het haalde. Ik dacht eigenlijk dat er echt iets van een wallride zou komen. Alleen, het was gewoon een simpele stunt. Dus daar ben ik best blij mee. En... Cheers, Laura. Ik heb zo'n medelijden. Die reed net bij die vorige race de hele tijd tweede. Alleen, die kon de laatste wallride niet halen. En toen eindelijk de DNF. Oh, oh, shit. We moeten hier zo. Yo! What? Oh. Oh, dit is best epic. Yo, no, 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 no! Nee, dat mis ik hem net! Oh, dat meen je niet. Dat was echt bijzonder close. Dat was bijzonder close. Ik denk niet dat ik de enige ben die dit zal falen. Heb ik zo het idee? Yep. Oh, no, 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 no. Oh, ik eerste. Iedereen heeft het gefaald, behalve ik. Lekker, lekker, lekker. Ik kan niet begrijpen dat die, die wallride recommended is voor de Zentorno. Want de Zentorno is bijzonder laag. Rijdt voor geen meter in dat opzicht, omdat hij te laag is. En dan op zo'n wallride wordt iedere keer zo haperd. Lijkt me echt dat die auto constant vast zit. Maar als ze zeggen van niet, dan zal dat wel zo zijn. Of niet zo zijn. Alsof voor de bomen. Woe! Oh! Ah! Oh, maakt niet uit. Maakt niet uit. Hij is nog heel. Ik vind deze auto echt zo fucking vet, hè. Ik ben benieuwd wat de volgende DLC-auto zal zijn in GTA. Als er überhaupt weer een keer supercars bij komen. Want er komt sowieso een nieuwe lowrider DLC. Want er komen nieuwe lowriders bij. Dat is logisch, want er waren al heel weinig lowriders. Dus dat is vanzelfsprekend. Alleen dat is niet echt iets waar ik op zit te wachten. Lowriders, leuk, dit en dat. Maar niet echt mijn ding. Dus ik zie liever gewoon weer wat nieuwe tuners erbij. Of supercars. Of zijn dit supercars? Ja, supercars. Die anders zijn sportcars. Of gewoon iets helemaal nieuws. Weet ik veel. Iets kei random. Een hovercraft of zo. Volgens mij had je die toch bij GTA San Andreas had je die. Dat is fucking epic. Als je niet weet wat het is, even googlen. Is niks geks. Niet zodat ik denk dat jullie allemaal gekke dingen laten googlen. Ze zitten nog steeds allemaal in. Nee. Nee. Ik ga dan niet zeggen dat ik dacht mensen een lap inhaal. Ik weet niet wat er met mensen tegenwoordig is. Maar ik weet nog goed dat back in the days... Toen waren mensen echt gewoon soms echt super goed. Daar ging er nergens over. En nou... Oh, laat maar. Nee, maar nou rijd ik daar ook gewoon een lap voor of zo. En wat doe je er tegen? Want ik wilde even kijken, een paar dagen geleden, denk ik ongeveer 4 dagen geleden of zo, wilde ik ook wat GTA races opnemen. En dat had... Mijn auto komt niet meer vooruit, what the fuck. In ieder geval heb ik toen ook geprobeerd en toen had ik 3 pogingen gedaan of zo. En telkens waren mensen zo slecht. Ik speelde ook super slecht, maar mensen waren gewoon nog slechter. Waardoor het eigenlijk gewoon niet leuk was om naar te kijken, want je... Oh. Oh. Ja. Ja. Goed zo. Nee, maar het was dus eigenlijk niet leuk om naar te kijken, omdat je gewoon zo ver voorreed. Maar ja, als ik iedere keer ga wachten tot ik goede tegenstanders ga krijgen, dan komen er helemaal geen video's meer. Dus we moeten ergens die keuze maken. En het lukt mij nou ook niet meer dit, jongens. Misschien komt het omdat ik geen snelheid kan maken, omdat die mensen hier net allemaal voor mijn neus gecrashed waren, maar... rijd door, Damien! Oh, Damien! Woo! Oh, 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 oh! Yeah! Yeah! Heeft überhaupt één iemand het gehaald? Nee. Nee. Nog steeds heeft niemand het gehaald. Wat is het tijdverschil nou dan van hun en mij? 33... Wat? 33 minuten, laat me zeggen. 33 seconden neem ik aan. Maar het lijkt wel langer dan 33 seconden als ze achterrijden. Naar mijn mening. Whatever. Wij rijden gewoon rustig deze race uit. Zonder enkele problemen. Prachtige stunt. Rip. En finish. Yay. Yeah. Nou, we winnen alles gewoon op rij. Easy peasy lemon squeezy.
We zijn zojuist aangekomen bij de laatste race. En deze race heet Bridge of Death. En ik heb geen flauw idee wat dit is. Maar in ieder geval, we beginnen met jeeps. Of SUV's of road auto, whatever je het wil noemen. Maar dankjewel voor het naar beneden beuken. Hey, bedankt hè. Ik weet niet wat dit is. Het ziet er wel leuk uit. Ik ben benieuwd. En we hadden echt alleen maar keuze tussen SUV's. Dus niet dat ik de express heb ingesteld. Ook al moet ik zeggen dat het wel leuker is. Ik bedoel, we hebben die sportauto's en supercars hebben we nou wel gezien. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Maar niet uit, maar dit is een... Ah, dit is een... Oh shit, dit... Concentratie. Ik fucking wist het! Ik wou het net zeggen. Dit is een contact race. Jullie weten wat contact race betekent. Jullie weten wat de nadelen ervan zijn. En het heeft in principe geen voordelen. Dus het heeft alleen maar nadelen. En dit is dus precies waar ik bang voor ben. Mensen die gewoon zo stom in hun hoofd zijn. En wil naar beneden duwen. Oké. Ik moet gewoon geluk hebben dat ik er even één keer gewoon snel voorbij kom. Ja, nee. Ik wil niemand achter mij hebben staan. Ik kan niet achteruit. Ik zit vast. Ik rij achteruit en ik zit vast. Nee. Sowieso gaat die gozer duwen. Sowieso. Dat weten we allemaal. Ik... Fuck you. Ah! Ik wil gewoon zo snel mogelijk voorbij die eerste bocht. Want die eerste bocht is echt kut. Die gozer achter mij, hij zit nou weer te duwen. Hij zit nou weer te duwen. Ik douw gewoon op de rem, kijk maar. Nee! Fuck! Ik kan dit nooit doen! Dit wordt hel op aarde. Dit wordt hel op aarde. Eén iemand heeft het trouwens gehaald, maar ja, dat is logisch natuurlijk. Want die is er toen niet afgeduwd, er iemand anders. En... Ik kan die eerste bocht niet nemen! Kind. Dit is zo jammer, jongens. We hebben hier iemand die niet kan rijden. Oh, gelukkig! Die zat me de hele tijd eraf te duwen, die Killer Dave. Echt bewust, hè. Als ik op hem wachtte, dan wacht hij weer op mij. Expres om mij dan te kunnen duwen. We zijn er in ieder geval al voorbij. Dat was het belangrijkste. Dat ik daar maar gewoon voorbij was. En, yo, er heeft nog steeds niemand gehaald. Ik rijd tweede. En degene die voor mij rijdt, die is daar. Wat? Dat had ik niet verwacht. Oké, ik ga het gewoon heel voorzichtig doen. Want ik wil niet teruggezet worden. Want die Killer Dave, die is niet te vertrouwen. Ik moet alleen zo snel mogelijk naar de checkpoint. Dus alles op ons gemakje. Als we de eerste checkpoint maar hebben, dan maakt het me niet meer uit. En... Got it! En dan valt weer iemand naar beneden. Hop. En... Ga ik naar de steeds tweede? Oh, hij heeft zijn checkpoint gehaald. Oké, dat verklaart een hoop. Ik wou net zeggen. Hij viel eraf. Ik denk, hij wil al resetten naar de checkpoint achter mij. Zo. Oh, no. Zullen wij dit kunnen, jongens? Ik denk dat wij dit kunnen. Gewoon... Oké. Duidelijke taal. Dit kunnen wij niet. Ik denk dit is eigenlijk best makkelijk. Ik rijd er gewoon recht op af. En dan kan eigenlijk vooral niks fout gaan. Ho, jawel. Oh, no. Shit. Ik keek te snel. God damn it. Oké, dan gaan we dit voorzichtig doen. Het lijkt ook echt dat je ergens overheen moet springen. Maar er is letterlijk niks waar je... Oh, jawel. Een heel klein rampje. Een heel klein dingetje waar je overheen moet springen. Oké. Het maakt me in principe niet uit als we dit tweede gaan eindigen. Want ja, yeah, whatever. Ik ben al lang blij dat we nou gewoon uit die groep zijn daar in het begin. Want dat was echt een bende. Maar vooral die Killer Dave, want die kan er gewoon niks van. En dan gaat hij daar natuurlijk mensen eraf beuken. Dus dat was een beetje lullig. Ligt misschien ook aan mezelf, want ik heb natuurlijk contact ingesteld. Dit gaan we gewoon snel doen. Checkpoint. Yes! Best tactic. Gewoon gaan. En hopen op het beste. Checkpoint hebben we. Mooi. En wie rijdt er nou voor mij? Damien. Die is al verder. Goed zo, Damien. Goed bezig. Ik kom er wel aan, dus pas op. Ik weet eigenlijk niet of je... Ah, nee. Ik weet niet of je dadelijk nog meer van dit soort dingen krijgt. Of dat je nou gewoon letterlijk naar de finish moet rijden. Ik denk eigenlijk het laatste. Ik hoop van niet, maar dat zullen we zo meteen dan nog wel zien. En... Ah, dat is... Ach, god, dat is Killer Dave. Ik denk Damien zal dood zijn. Oké. Ik denk dat dit alleen maar moeilijker is als dit met supercars. Het simpelweg omdat die zo snel optrekken. Dan maakt het echt serieus niet makkelijker. En we zijn veilig. Veilig aan de grond. Met alle banden op de grond. In plaats van mijn beide benen. Oh, oh jezus. Trouwens, als je ooit races doet met jeeps, is dit volgens mij een van de betere keuzes. Want standaard is dit volgens mij de snelste. Of in ieder geval sowieso een van de snelste. Of je echt überhaupt de snelste is, weet ik niet zeker. Maar sowieso wel een van de betere keuzes die je kan nemen. En onze grote vriend Damien is nog steeds niet gefinished. Dus er is nog steeds een klein beetje hoop. Uh-oh. Ik zie Damien niet eens meer. Dus... Oh! Oh, die stunt was perfect.
Die was echt perfect. Richting de checkpoint. Ja, maar in ieder geval, ik zie Damien niet meer, dus ik denk dat hij zometeen wel een finish zal zijn. Godverdomme. Zijn er geen gekke stunts meer, rijk tegen een brug aan. Hoeveel checkpoints zijn er überhaupt? 34. Dan denk ik inderdaad dat we nou gewoon letterlijk naar de finish rijden. Vind ik jammer, want ik wou eigenlijk nog wel graag nog zo'n... Ja, Damien is gefinished. Gefeliciteerd. Ah! No! Ah! Maar niet uit. Het is een SUV, hè. Dit ding kan daar. Oh, dat werkt ook, blijkbaar. Er kan nou gewoon volgens mij niets fout gaan. Of in ieder geval... Ik kan niet meer derde finishen. Iedereen zit hier nog steeds op diezelfde plek. Dat is gewoon echt een hellhole. Je kunt daar gewoon niet voorbij. Dus de kans is ook aanwezig dat ik daar gewoon deze playlist gewoon beëindig. Want ik denk niet dat er nog meer mensen gaan finishen. En als er niemand meer finisht, dan zal er nooit een einde komen, zeg maar. Dan is het een never ending story. Oh! Nou. Het maakt ook niet meer uit hoe ik nou rij. En we hebben nog 3 checkpoints. Nou nog 2. Dus dan is het hier inderdaad bovenaan. Is de finish in 3, 2, 1. Woo! Als het goed is, heb ik deze playlist toch gewonnen. Want we hebben de eerste tweede race gewonnen. Deze tweede. Dus volgens mij kan ik dit niet hebben verloren, überhaupt. Maar dat zullen we zo meteen dan nog wel even zien. Ik krijg 6.500. Not bad, not bad. Ik moet eigenlijk meer geld hebben, want... We hebben allemaal geld nodig. Ik moet ook nog steeds mijn entity moet ik weer de crew color maken. Maar crew kleur is volgens mij $50.000 of zo. Dat is echt belachelijk doen. Ik wil dat gewoon niet besteden. Dus, maar ja. In ieder geval, we gaan even afwachten of er überhaupt nog mensen gaan finishen. De race zit er eindelijk op. En zoals jullie kunnen zien ben ik eerste geëindigd in deze playlist. En geloof het of niet, dit duurde serieus een half uur. Ik heb hier een half uur zitten wachten totdat die andere mensen konden finishen. Maar in ieder geval, ik hoop dat je deze video leuk vond. Als je de video leuk vond, laat alsjeblieft een like achter. Als jullie leuke races weten, kunnen jullie mij sturen via Twitter. En als jullie deze playlist willen spelen die jullie in deze video hebben gezien, staat er een linkje in de beschrijving. Dus ik hoop jullie de volgende keer weer te zien bij een nieuwe video. Dus tot dan. En houden we.